Hallo, in literatuur en films zijn er nogal wat voorbeelden van verhalen over een dag uit iemands leven. Denk aan Ulysses van James Joyce en Mrs. Dalloway van Virginia Woolf. Een Nederlands voorbeeld is Dinsdag van Elvis Peters. Voorbeelden van films zijn Reservoir Dogs, Irreversible, Ferris Bueller's Day Off, Clarks en Before Sunrise. En in de muziek heb je het epische nummer van de Beatles, A Day in a Life. Schrijver Aaftea van der Heijden is in zijn romancyclus De Tandeloze Tijd, maar ook in zijn andere boeken geobsedeerd door de tijd. De proloog De Slag om de Brouwbrug speelt zich ook af binnen 24 uur, namelijk op 30 april 1980, toen koningin Beatrix werd gekroond. Dat moet ook andersom kunnen, zal van der Heijden hebben gedacht, toen hij het idee kreeg voor het boek Het Leven uit een Dag. In dit verhaal bestaat het leven maar uit één dag, waarbij je alles maar één keer meemaakt. Eén keer de zon die opkomt, één keer ontbijten, één keer naar school, één keer werken, maar ook maar één keer verliefd worden en één keer seks. Hoofdpersoon Benny Wild is dus een eendagsvlieg, of beter een eendagsmens. Binnen no time is hij van een baby een puber en al pratende verouderen de mensen om hem heen. Op school krijgt hij les van een priester die hem vertelt over de hemel en de hel. Hij vertelt dat eenmaligheid het hoogste goed is en dat de hemel dus een subliem ondeelbaar moment is, terwijl de hel een eeuwigdurende herhaling is. Benny wordt verliefd op Ginny en na een uitgebreid beschreven liefdescène waarbij Ginny zwanger wordt, maken ze zich op voor ouderdom en verval. Maar Benny bedenkt zich en hij smeedt een plan zodat ze langer van elkaar kunnen genieten. Wat nou als ze een misdaad begaan waardoor ze in de hel, de wereld van de herhaling, terechtkomen? Dan kunnen ze eeuwig van elkaar genieten. Het lukt Benny om in de hel terecht te komen, maar daar moet hij wel eerst Ginny nog zien te vinden. Het leven uit de dag is een soort science fiction, maar ook een ideeroman met enkele filosofische passages. Het opvallende is dat de beschreven hel de wereld is zoals wij die kennen. Wij leven in een wereld van herhaling, namelijk elke dag naar je werk of naar school. In die hel komt Benny in het afvoerputje van de seksindustrie terecht met de blindeziende skans die zijn pooier wordt. Wat volgt zijn perverse en seksistische fragmenten met als hoogtepunt of toppunt een massale orgie van vallende parachutisten. Passen Sie bitte genau auf hier. Een wereld vol eendagsmensen waarin een minuut veel heviger en intenser is dan in onze wereld. En je eindigt met de vraag, wat is liefde en is herhaling de hel? Is herhaling de hel? Herhaling de hel? Herhaling de hel? Marijn de Boer schreef met zijn tweede roman Het Jachthuis een verhaal vol merkwaardige personages. In eerste instantie lijkt hoofdpersoon Vera een normale twintiger met een wat eigenaardige baan. Ze komt als sekswerker, dus als prostituee, aan huis bij gehandicapte mensen, want ja, die hebben ook behoeften. Aan het begin van het verhaal staat ze dus voor de deur van een grote villa met de naam Het Jachthuis. In deze villa woont Binnert met zijn moeder Neeltje. Binnert is 35 jaar en de vraag blijft wat nou precies zijn handicap is. Maar hij is in ieder geval super intelligent en hij heeft een goddelijk lichaam. Het onvermijdelijke gebeurt. Vera wordt verliefd op Binnert en het lijkt ook wederzijds. Maar met Binnert is ook iets raars aan de hand. Op de tuin van de villa na is hij al die 35 jaar nog nooit buiten geweest. Binnert is een binnenmens en ook een moederskindje. En wat volgt zijn absurde scènes die een beetje doet denken aan de films van Alex van Warmerdam. Zeg dan dat ik lieg. Je liegt. Nou, dat is bemoedigend hoor. Vera besluit Binnert onder dwang mee te nemen naar de stad en hem te bevrijden van zijn moeder. Maar dat doet ze ook een beetje uit eigen belang. En of Binnert er nou zo blij mee is, zijn moeder in ieder geval niet. Zij belt de politie en gaat de twee zoeken. Afwisselend bijtend, lichtvoetig en vol messcherpe observaties, al wil het met de voortgang van het verhaal soms niet altijd lukken. Morrelen aan de verwachtingen van de lezer en dus tornen aan de clichés van de geest. Via het binnen-buitenmotief word je als lezer geconfronteerd met een thrillerachtig element. Harpiste Rianne Lichtvoet heeft Binnert in het verleden lesgegeven. Maar zij is opeens verdwenen. Een dorpsgenoot vertelt aan Vera hoe de vork in de steel zit. Deze Rianne is langzaam vergiftigd door de moeder van Binnert. Zij gaf deze Rianne steeds pottetjes van die kleine zwarte snoepjes met daarin gif. En nou wil het geval dat Vera ook deze snoepjes krijgt aangeboden. Oh jee. Verklappen zal ik niks, maar de boer doet er veel aan om de lezer te ontregelen en laat het verhaal afstevenen op een anticlimax. En dat voelt vervelend, maar dat is dan ook precies de bedoeling van de schrijver, denk ik. Dankstijl! Dankstijl!
Tankstellen is een boek van Auke van Stralen en Tankstellen is Duits voor tankstation. Nou, alle Duitse gekheid af en stokje, dit is een misdaadroman over vriendschap te midden van voetbal en drugscouriers. Hoofdpersoon Douwe is wiskunde gaan studeren in Karlsruhe en op de voetbalclub leert hij Mehmet en Tony kennen. Samen gaan ze werken bij het tankstation en Douwe pakt dit serieus aan. En als wiskundige stelt hij allemaal regels en wetmatigheden op om zoveel mogelijk geld te verdienen bij de wc's. Ze maken zelfs heuse doeltjes in de pisbakken, maar komen er vervolgens achter dat dat dan wel weer lastig schoonmaken is. De naïeve Douwe en Mehmet worden door Tony het drugscircuit ingetrokken. Ze gaan couriersdiensten rijden voor VOA, een bedrijf van vier mannen met de namen Volt, Oom, Watt en Ampère. Dat zijn niet hun echte namen, maar het zijn codenamen, geïnspireerd op de film Reservoir Dogs. Mr. White, Mr. Blonde, Mr. Blue, Mr. Orange, Mr. Pink. Why am I Mr. Pink? Because you're a faggot, alright? Douwe komt in mooie auto's te rijden, verdient veel geld, probeert een meisje te versieren, maar komt er dan achter dat er geen weg meer terug is. Je kunt niet uit een drugscircuit stappen, want dan is de kans groot dat je gaat klikken. Tankstellen is haast een klassiek verhaal waarbij de vriendschap van drie vrienden onder druk komt te staan. Ondertussen denkt Douwe dan met weemoed terug aan de momenten dat ze nog gezellig en zorgeloos in de voetbalkantine een biertje konden drinken.